Chronisch en terminaal zieke kinderen voelden zich dinsdag voor één dag niet ziek, maar een echte piloot. Stichting Hoogvliegers organiseert jaarlijks speciale vliegdagen op vrijwel alle vliegvelden in Nederland, waarbij kinderen mogen meevliegen in een sportvliegtuigje. Op Eindhoven Airport werden dinsdag 90 vluchten uitgevoerd met sportvliegtuigen en 10 vluchten met een groepsvliegtuig. Niet alleen piloten, maar ook politie, brandweer, marechaussee en douane zorgden ervoor dat dit een onvergetelijke dag was voor de 90 kinderen. Het is een hele organisatie, maar we hebben inderdaad 90 kinderen die vandaag allemaal gaan vliegen. Ze gaan 90 vluchten hebben vandaag, ze gaan allemaal zelf sturen en ze zijn van één dag vandaag een echte piloot. Is daarom deze dag zo belangrijk? Ja, dit is heel belangrijk voor die kinderen. Ja, die leven vaak een bestaan waar velen geen besef van hebben. En vandaag maken ze iets mee wat zelfs voor normale, gezonde kinderen niet zomaar is weggelegd. Namelijk het besturen van een echt vliegtuig. Wie kan dat nou zeggen? Heb je wel eens vaker gevlogen? Ja. En klaar? Dus het is niet nieuw? Nee. Maar waarschijnlijk niet in zo'n mooi klein vliegtuigje? Nee, in geen kleine. Alleen in die grote heb ik gewoon. Oké, okay, dat zit gewoon super. Dat zit prima. Zit hij goed vast? Ik wel. En de passagiers ook, neem ik aan. Maar dat merken we vanzelf onderweg. Bijzondere vlucht? Een bijzondere. Ja, zeker. Met deze kinderen is altijd bijzonder. En heel gezellig, meestal. Passagiers vinden het de ouderen vinden het meestal niet zo leuk, want die worden ziek. Maar de jongeren, hoe harder het bonkt, hoe beter. Goed. Ja? Spannend? Ja. Volgens mij ben jij 2 keer gegaan vandaag, of niet? Bof komt. Ja. Hoe vond je het? Leuk. Want je hebt ook in een kleine vliegtuigje gezeten. Ja, zelf sturen. Ah, vond je leuk, hè? Ja. Allebei. Hoe krijgen jullie dit voor elkaar? Ongelooflijk veel enthousiasme. Ongelooflijk veel medewerking van allerlei verschillende partijen die hun geld of hun diensten of hun materieel ter beschikking stellen. En iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen, namelijk deze kinderen vandaag een echte piloot laten zijn.